Als ProRail hebben we 1300 railgebonden gebouwen langs het spoor. En we hebben eigenlijk bij alle gebouwen last van graffiti. En vooral omwonenden en reizigers in de trein hebben er last van. Het eerste was dat we heel graag meer eenduidigheid wilden. En toch wel ook de vraag meer duurzaam wilden laten zijn. En dat het graffiti bestendig moest zijn. Met bureau Spoorbouwmeester hebben we twee architectenbureaus benaderd om een gevelontwerp te maken. En dus architecten kwam met een 3D geprinte gevelpaneel. Het paneel is gemaakt van gerecycled kunststof. Uiteindelijk is daarbij ook dat je het zelf weer kan verwerken tot korrels en het dan opnieuw kan printen. Dus het is echt een circulair bouwmateriaal. Door middel van de achterplaats van verlichting kan je allemaal unieke verlichte objectjes krijgen. We zijn het 3D geprinte paneel aan het testen en er moeten nog een aantal dingen verbeterd worden, zoals de brandwerendheid van het paneel moet beter. We hebben 6 maanden lang de gevelpanelen op Amsterdam Sloterdijk geplaatst. En het leek erop dat er echt geen graffiti op zou komen. Maar na 4 maanden kwam er toch graffiti op. Dus het blijft wel een onderwerp waar we ons in blijven verdiepen. En we hopen tot een oplossing te komen die toch graffiti bestendig is. Maar het voordeel is wel dat bij beschadiging de gevelpanelen uitgewisseld kunnen worden door opnieuw geprinte panelen. Wat leuk is aan bezig zijn met innoveren, is dat je wordt uitgedaagd samen te werken. Ik ben Marjolein, systeemspecialist civiele techniek bij ProRail.